Ik ga net zo streng zijn voor de jongens als dat ik voor mezelf altijd was. En ik verwacht ook dat het onderste uit de kan gehaald wordt. En zoals ik net al zei, je vraagt een jaar van die guys, snap je? Dat is niet zo van, hey, wil je een battle doen? Ik had één jongen en die ik zelf wel goed vond, ik ga nu nog zijn naam niet noemen, maar die vroeg aan mij van, hey, als ik me aanmeld bij jouw team, is dat één battle? Of hoeveel zijn dat er? En toen zei ik, ja, I don't know, man, weet je, drie events moet je meedoen. Ja, het En zijn daarna drie kom je nog battles. in de Ja. drie battles. En daarna kom je ook nog in, kan je, als je in de hoogste 16 zit, ga je nog meer battles Moet doen, je toch? nog de top 16 ook doen? Ja, Ja. dus ik zo van, ja, dat wordt het dan maar. Hij zo, ja, dan weet ik het niet, man. Want één battle lijkt me leuk, maar ik weet niet of ik dat allemaal wil gaan doen. Dus daar is wel een ding, snap je? Het is gewoon een project. Een commitment wat je vraagt eraan doet. Ja, en ja, dat de druk hoog is. Ik denk dat iedere coach wel een stempeltje op punch-out heeft gezet. Dus die druk op Ligt nu iedereen's schouder hoog is. Waardoor die automatisch ook minder hoog wordt, snap je? Want iedereen heeft goede shit. ik denk dat die druk En heel hoog bij Sense is inderdaad, of ja. bij een Vitaal of zo, of Insane. Ja, zeker. Oké. En zeg maar, je hebt nog ruimte in je team. Ja, man. Waar ben je nou op zoek? Ik ben op zoek naar. Tim heeft het net wel perfect verwoord, man. Dat je gewoon eigenlijk moet kunnen lachen. En het is fucked up, maar jokes zijn altijd boven bars. Okay. Altijd. Hoe real je ook je shit brengt. Als die, zeg maar, stel je hebt één situatie en je brengt hem real. Wel hoor, Mennis. Wat zeg je? Dat is een statement wel die je nu legt hoor. Ja, nee, vind ik wel. Nee, maar nee, laat me hem uitleggen. Zeg maar, als je één situatie hebt waar je iemand op wil pakken. Ja, en je dropt die shit, fucking real shit. Snap je? Je gooit er bars over. Die shit komt aan. Krijg je die sourface. Oeh, die shit is hard, snap je? Maak jij daar één fenomenale joke van? Mensen gaan helemaal stuk. Hé, kijk daar! Kaas Koes. Goedenavond. What's popping, man? Goed, maar ik vond Killer altijd al lauw, man. Vanaf het eerste event, hij had een battle tegen Vitaal. En ik ging helemaal stuk om zijn rondes, bro. En toen moest ik tegen hem battlen. En ik dacht van, nou eigenlijk wil ik dat niet doen. Maar ik was ook in een moment van, je hebt niks te eisen. Je moet gewoon die battle aannemen. Dat is net ingestapt natuurlijk. Ja, snap je? Ik kon niet zeggen tegen ex van, hey, nee man, een veteraan spelen. Nee, ik wil iemand anders. Dus ik deed het gewoon. Maar ik wilde niet tegen hem battelen. Ik vind hem en nog steeds tot de dag van vandaag echt een super toffe MC, man. Super goed. Dat is echt een toffe battle ook die jullie hebben neergezet, hoor. Ja, keihard, man. RM klaut me ook altijd over die battle. Ik quote lines Oké, shit. van mij dan van hem. Dat vaak nog tegenwoordig, zeg maar, dat je ergens loopt en dat mensen random battle lines naar je roepen en zo. Dat niet, maar er zijn wel mensen die zeggen, Sensei, oh, ga je nog battelen, dit, dat, maar het is niet meer zo dat mensen echt lines spitten of zo van die tijd, man. Ja. Dat opzicht is het wel een beetje uitgestorven, man. Maar laten we zeggen, 6 jaar, 5, 6 jaar terug, was het wel zo, hoe je het zei. Maar Oké, na Killer kreeg je Waldo, een van de top tiers bij POB. ja. Ja, dat was een dope battle, man. Zeker. Ook een battle waar ik liever eigenlijk tegen Santos wilde. Maar ja. Was een dope battle. Classic battle, zeker, man. Sommige mensen vinden dat hij die battle moest krijgen in de eerste drie rondes. En dat denk ik van, no, man. Dat is. Maar ja. Yo, Vanka Boys. Hoe is het? Ja, goed met jullie. Ja, lekker. Goeie live trouwens, man. Shout-out naar jullie allebei, weet je. Ja, toch. Ik hoorde van Sens dat jij King Freestyle Battle was. Ja, vroeger op straat en zo was wel echt helemaal mijn ding, man. Ik heb ook op podium en zo gefreestyled. Dus het was niet helemaal uit de lucht kon vallen, maar. Ja, ik zie trouwens een vraag hier van David. Hij vraagt, hoe vond je het toen Stef zo persoonlijk kwam over je ma? Ja, kijk wat het is. Ik heb gewoon heel erg geleerd gewoon van om dat soort dingen niet te reageren. En het grappige is dat heel veel mensen daarna, na die battle, echt heel lang daarna nog, kwam ik echt regelmatig mensen op straat tegen. Die juist heel veel respect gaven voor het feit dat ik hem niet had, dat ik niet uit had gehaald. Of zo. Zo, joh, als ze dat over mij maar hadden gezegd, dan had ik diegene echt geslagen, dit en dat, weet je. Wat ik ook ergens zo begrijp. Maar ik bleef gewoon heel rustig over onder. Eerlijk, ik zei dat zelf ook, man.
Ik weet het niet. Ja, ik weet het. Ik weet het. Dus voor mijn respectlevel daardoor, ik merkte wel echt dat mensen daar echt respect voor hadden, dat ik gewoon rustig eronder kon blijven. Maar ik had iets van, joh, het is een battle. En ik ga me daar niet, ik probeer het niet. Maar is dat, it's whatever, man. Is dat iets wat je hebt moeten aanleren? Of heb je altijd wel makkelijk dat, zeg maar, die battle shit daar kunnen laten, zeg maar? Want het lijkt me ook wel soms lastig om het soort van niet naar huis mee te nemen of zo. Snap je wat ik bedoel? Is het ook wel hoor. En ja, weet je, vooral als dingen niet waar zijn of zo. Ik denk dat dat me meer dwars zit wanneer iets niet waar is, dan wanneer iets wel waar is of zo. Als iets wel waar is, dan zeg ik, oké, je benoemt een feit. Maar als iemand iets benoemt wat niet waar is, dan zit dat me meer dwars of zo. Want dan ben je bezig met liegen eigenlijk. Voor een W. En dat vind ik niet zo cool. Ja. Dat zit mij meer dwars, zeg maar. Kijk, we hebben sowieso bij POB ook een paar battles gehad waar mensen het niet aankonden om hun emoties in bedwang te houden. Welke, zeg maar, wat... weet je welke keer waar ik het over heb gelijk? Of, Ja, Naji heeft een keer uitgehaald, volgens mij. Naji een keer. Een keer was er een klein dingetje met Jeeves en... Oh, ja, dat klopt, ja. Ja. Okay, en zeg maar helemaal niet? Of zeg maar, want waar ligt die grens? Kan je ook niet zeg maar een bar, een lijn? Ja, je kunt wel een bar aanpassen voor iemand of die beter maken, maar niet zeggen van, oh kijk, ik heb dit over die persoon geschreven hier. Gebruik die. Dat wil ik niet. Goeie man. En hoe kijk je dan naar zeg maar informatie doorgeven? Want er was ook een tijdje dat echt battle MC's gewoon... Ja. Dat is niet meer, man. Ja. Huh. Ja, informatie doorgeven, dan moet je zelf weten hoe jij bent als persoon natuurlijk. Hè. Zelf wil doen. Ja. Bepaalde informatie, ja. Want jij was eigenlijk nooit, denk ik, iemand die per se heel personal kwam? Nee. Was dat een bewuste keuze voor jou, of? Ja, weet je ook, ik kende niet echt iemand daar, dus... om dan echt zo mega stalkerig FBI te gaan zoeken op dat profiel, dat vond ik dan ook weer... overdreven, dus ja, dan moet je gewoon bars schrijven, hè. Ja, ja. Jij was niet van de ex-teammate DM. Nee. Nee, man, echt niet. Nee, nee, nee. Maar wat vind je van het feit dat dat wel gebeurde, zeg maar? Ja, ik vind dat niet erg. Dan moet je niet allemaal zelf weten wat schrijven. Ja. Want is er een grens, zeg maar? Want, ja. Er is echt wel een grens. We hebben natuurlijk gezien in Gent toen met die overlijdingsakte. Dat is... Come on. Really? Dat is niet eens... Allee, dat is niet eens entertaining of... Dat is niet eens creatief. Snap je? Ja. Als er niet creatief iets mee gedaan wordt met zoiets... Oké, okay, ça va, maar dat was gewoon puur shock effect. Dat is gewoon echt... Ja. Ja, ik voel je. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een Stef Insano, want daar was altijd ook een discussie van, oké, is dit over de grens, ja of nee? Oh, ja, man. Ja, dat was meer creatief, hè.